We hebben hier een heleboel routeboekjes door Europa, maar ik zal even de drie belangrijkste routes laten zien die heel vaak gefietst worden. Dat is namelijk de route naar Rome van Paul Benjaminse. Is iets van 2500 kilometer. Veel mensen kiezen ook de route naar Rome van Hans Reitsma met pakweg 2100 kilometer. De ene route van Hans Reitsma die gaat over Oostenrijk. De route van Benjaminse die gaat door Zwitserland over de Alpen. Verder is een heel belangrijke route, een prachtige route, dat is de route naar Santiago de Compostela. Een vrij lange route van pakweg 3000 kilometer, 2500 à 3000. Het stukje door Spanje vrij zwaar, maar ontzettend mooie route. Die is van Clemens Schwerman. En een iets kortere route, ook heel mooi, dat is de Groene Weg naar de Middellandse Zee. Die is iets korter, pakweg 1900 à 2000 kilometer. Makkelijk te fietsen binnen 3 weken, is het goed te doen. Ook niet te zwaar, kan makkelijk ook met kinderen gefietst worden. Dit zijn eigenlijk de 3 meest gefietste routes binnen Europa. En wat is jouw favoriete route, jij als Zwitser? Ik heb in het jaar 2000 de route van Benjaminse naar Rome gefietst. Die vond ik heel mooi. En later in 2007 ging ik voor het eerst de Sint-Jacobsroute naar Santiago de Compostela doen. En die vond ik eigenlijk nog mooier. Waarom? Het stukje Frankrijk is mooi om in te rijden. Maar het laatste stuk, boekje nummer 3 door Spanje, met al die verschillende landschappen, door die verschillende provincies, is zo afwisselend. Dus vanaf dat moment was ik gewoon een fan van de Sint-Jacobsroute. De Middellandse Zeeroute heb ik ook 2 keer gefietst met mijn zwager. Heel mooi, maar het is een iets lichtere route. Het fijne ervan is dat je met een kortere tijd kan fietsen. Je hebt niet zoveel, pakweg 3 weken.